slijmparcours. Letterlijk, hoe verzin je het? Hey allemaal, ik heb iets nieuws voor jullie, iets super tofs. Jullie weten allemaal, de nieuwste hype, eigenlijk alweer een maand geleden, maar we gaan het binnenkort alsnog op DDG doen, slijm maken. Nou, Minecraft heeft ook slijm, namelijk slijmblocks. En ik heb een custom map voor jullie gevonden, die wij samen gaan spelen. En daar zijn we dan. We zitten in de slijmwereld. Ik ben hier niet goed in. Ik ben al heel slecht normaal gesproken in parcours. En waarschijnlijk al helemaal met slijm. Dus we moeten hier in ieder geval heen. En dan vervolgens, oh my god, en hier zit zo'n ding op. Hoe gaan we dan daarheen komen? Nee, dat ging niet goed. Oké, misschien moeten we het in één keer proberen. Waarom sta ik hier? Ik moet dat nog... Oh my god, game mode creative. Ik moet dat hele stukje... Nee! Oh my god, hij heeft zijn respawn verkeerd gedaan. Game mode creative. We gaan gewoon even helemaal lekker terug. Hoppakee. En editor, omdat de mensen moeten wachten... Zet er eventjes een vrolijk filmpje van een koe van 3 seconden in beeld. Doe maar. Goed, en we moeten gewoon... Look back. Oh. Created by, gefeliciteerd. Jij hebt hem gemaakt en ik ga hem spelen. Misschien moeten we het gewoon in één keer doen. Oh, dat werkte. Oké, in één keer lukt het wel. En vervolgens... Lukt ook. Oh, nice. Oké, maar hoe gaan we dan... Oh my god. Oké, we zijn ongeveer op diezelfde plek. Oké, dat hebben we wel gehaald. Ik weet niet waarom ze dit doen, maar het ziet er heel raar uit. Wij drukken op de knop. En oh. Oh, dan moeten we even goed opletten. Oh my god, en het bounced ook zo. Shit, hoe gaan we dat doen? Nee. Nee, dat was hem niet. Misschien moeten we gewoon springen. Oh, dat werkt ook niet. Je breekt eerst je benen. Oké, dus even geduld. Zo. Ja, oké. Oh my god. Nee. Nee, dat was het wel ongeveer trouwens. Maar dat is niet genoeg. We moeten even vallen. Slime parcours. Letterlijk, hoe verzin je het? Nee. Hoe kun je het... Wie heeft het verzonnen? We moeten vanaf daar... En dan moeten we uiteindelijk op dat ding terechtkomen, right? Ja, volgens mij wel. Eerst kijken, hoe gaan we dit doen? Voor mij, als we nou gewoon op het randje staan, dan moeten we dat toch kunnen redden? Ja, makkelijk. Oh my god, ik zit zo moeilijk te doen de hele tijd. Dat het gewoon super makkelijk kan. Via... Oh, ja, precies. Gewoon hierop... Wat? Oh, waar moet ik dan wel op springen? Hè? Bitch, please. Oké. Op het randje staan en dan... Hup. Ja, die hebben we. En hup. Maar we moeten daar dus niet op springen. Moet het dan... Via deze. Poing. En dan zo. Oh, er zaten gewoon blokken hier. Ah, oh, smeerlap. Goed. Hier zitten ook allemaal blokken. Gered. Mooi zo. We kiezen gewoon een kantje. Oh, dat is toch minder moeilijk dan ik dacht. Oh, nee. Oh, nee. Nee. Oeh. Hup. En. Hup. En. Oh. Hoppakee. Oh ja, tuurlijk. En dan moeten we helemaal daar naar boven. Zou dit dan het eerste level zijn? Is dit het? Is dit de hele enige echte slijm? Oké, als we dit doen, dan zou ik eigenlijk moeten zeggen... Oké. De uitdaging. Nou, ik genoeg gecheat heb. David, haal hem in één keer. So far, so good. Gewoon in één keer rennen. So far, so good hierbij. Oké, hier hebben we een speciaal trucje voor. Hey, doet die even. En hetzelfde gaan we dan hier doen, denk ik. Ja, ijs. Tot nu toe, in één keer. Nou, hopen dat dit ook nog allemaal in één keer kan.
oh my god, we gaan het gewoon proberen tot we erbij neervallen. Het boeit me helemaal niks. Oh my god, dan moeten we helemaal terug. Game mode, survival, nee, creative. Dan gaan we helemaal terug naar het begin. Zo, en dan gaan we in survival. Oké, okay. Poging 7, ongeveer. En hop, en oh nee, 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 nee. En een respawn is verkeerd steeds. Oké, dan gaan we dit maar even in één keer proberen. Dat kunnen wij wel hoor. Hoor. En boing. Ja, fixed. Spring. Deze ook in één keer heel graag. Oh my god, als we dit kunnen. Dan ben ik de nieuwe slijmkoning. Sowieso. Hop. En hop. Ja. Hop. Come on. En dit kunnen we ook wel volgens mij. Hoe. En goed. Oh my god, ik heb het einde nog niet eens gehaald. Oké. Okay. In principe zijn we niet dood, dus het telt gewoon, zeg maar. Het telt als... Oh my god. Het telt als de goede versie, maar... Oh, jemig tering. Kom op, David. Je kan dit. Nee, je moet springen. Je moet springen, je imbeciel. Ik vraag me af of de editor bijgehouden heeft hoe vaak ik al dood ben geweest. Dat zou heel vervelend en awkward zijn als hij dat daadwerkelijk gedaan heeft. Oh. En. Ho. Oké, dames en heren. Die laatste dingen zijn echt heel rot. Ik weet niet wie dat verzonnen heeft om dat erin te doen. Maar die is bij deze ontslagen. Ik wil jou niet meer zien morgenochtend op werk. Neem je spulletjes maar mee. Vergeet je puntenslijper niet. Bestaan die dingen eigenlijk nog? Puntenslijpers. En. Hup. En hop. Is dit geen leuke custom map, jongens? Hebben we hier niet heel erg veel plezier in? Slijm. Oh, awesome. Hup. Nee, ik wil trouwens dus een slime video gaan maken. Voor het idee dat jullie dat even weten. Wacht even, is die hoger? Nee. Waarom ziet hij er dan zo stom uit? Moet je soms in één keer of zo? Ik ga het nog één keer proberen. Huh? Voor mij hebben we het gehaald. Dames en heren, we hebben het gehaald. Wat ik wou zeggen, ik ga nog een slime video maken met Dominique. Want in je eentje als volwassene slijmvideo's maken vind ik een beetje een no-go. Dat kan wel als je nog een jong volwassene bent als Dylan Pijs bijvoorbeeld. Maar ik ben 30. Ga niet in mijn eentje slijm maken. Een beetje raar. Map created by geweldig. Ik wil dit hoofd hebben. Ik wil hem... Kom hier. Dank u. Die zetten we even op ons hoofd. En dit was alweer het einde van deze aflevering. Vergeet niet even een like achter te laten. We gaan één keer per week een custom map doen. Of misschien twee keer, dat weet ik eigenlijk niet helemaal. En dit was in ieder geval deze aflevering. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Later.